Hallo. Hallo. We hebben een heel leuk plan voor jullie bedacht, genaamd Live Lab. En we zouden het eigenlijk op een hele andere manier aan jullie willen presenteren. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. Dus we hopen dat jullie veel kijkplezier hebben naar onze video. En ja. Jongens, centraal, centraal, jij ook centraal, ja, dankjewel. We beginnen met de gezonde school. Is dit ooit bij u gebeurd? Heeft u klachten over gezonde school en geen idee hoe het op te lossen? Daar zijn wij voor. Hier wat opmerkingen van ervaringsdeskundigen. Het is heel eentonig. Ik weet helemaal niet waar ik aan toe ben. We doen niets bij dit vak. Wij hebben, samen met veel deskundige inbreng, een nieuwe methode ontworpen die perfect werkt om het vak gezonde school. Live Lab, nieuw leven in te blazen. Stap 1 was de doelgroep bepalen. Het ging natuurlijk veel over de leerlingen, maar ook over de docenten. Ik ben helemaal niet opgeleid voor gezonde school. Ik geef veel liever wiskunde. Er was veel verwarring onder docenten en leerlingen. Daarom hebben wij een jaarrooster gemaakt wat duidelijkheid schept voor docenten en leerlingen. Hoe gaan we dat doen? Vraagt u zich misschien af. Voor ons plan hebben we gekozen om een duidelijk jaarrooster te maken, waarin we onze 8 thema's opdelen in blokken van 4 weken. We hebben een jaarrooster gemaakt waarin er voor elke Live Lab les te zien is wat er gaat gebeuren die week. Het gaat dus alleen over de 80 minuten Live Lab gegeven elke week. En niet over de gehele lesweek. Dit rooster is te vinden op pagina 3 van het boekje. Daarin hebben we 3 weken waarin ze workshops mogen doen en 1 week feestweek waarin alle kennis van alle workshops samen wordt gevoegd en wordt toegepast. De bedoeling van deze workshops is om de docenten heel veel vrijheid te geven en de leerlingen ook. Dat doen we bij de leerlingen door ze af en toe zelf te laten kiezen naar welke workshops ze gaan of ze zelf te laten invullen op de handouts die ze krijgen wat ze ervan vonden. En voor de docenten hebben we gekozen om hun eigen vak te koppelen aan het thema van dat blok. De docenten kunnen dus zelf kiezen hoe ze de workshops invullen en hopelijk wordt daarbij hun motivatie voor Live Lab ook groter. Voor de workshops trekken we ongeveer 20-30 minuutjes uit, zodat er veel variatie is en de focus hoog blijft. De docenten mogen dus zelf kiezen hoe ze de workshop invullen. Hier zijn een aantal voorbeelden voor de les over alcohol. Deze ideeën staan ook in het boekje wat voor jullie ligt op pagina 4. Bij scheikunde zou je bijvoorbeeld een destilleerproces kunnen laten zien. Of bij beeldende vorming kijken naar hoe verpakkingen bijdragen aan verslaving of hoe dat de consumenten beïnvloedt. En bij Frans zou je bijvoorbeeld kunnen kijken waarom is het zo'n groot wijnland en waarom is het daar zo vruchtbaar en hoe wordt wijn gemaakt? Waar komt het vandaan? Wat zijn de beste plekken? De docenten zijn er dus volledig vrij in om hun eigen workshops te creëren. In les 4 is de bedoeling dat de leerlingen een activiteit gaan ondernemen. Deze lesweek noemen we de feestweek. We gebruiken dit woord omdat we zo hopen een positieve connotatie op te wekken bij de leerlingen, zodat ze erg veel zin krijgen in de les van Live Lab. De kennis die ze de afgelopen 3 weken hebben opgedaan komt samen in de vorm van een spel of een workshop van een expert. We nodigen dan bijvoorbeeld bij het onderwerp vuurwerk iemand uit van de brandweer, die dan met de leerlingen op een veilige en gecontroleerde manier met vuurwerk kan gaan werken. Voor voeding hebben we een complete lessenreeks uitgewerkt zoals wij die voor ons zien. We hebben hierin ook verschillende versies van ons plan uitgewerkt. In alle 3 lessen hebben we ook een andere lesaanpak. In de eerste les gaan de leerlingen eerst naar 1 docent en na de helft van de les naar de volgende. In deze workshops kunnen ze de informatie die ze krijgen gelijk testen. Hier is een handout voor les 1 te zien. Deze kunnen jullie vinden op pagina 7 van het boekje. In les 2 blijven de docenten staan in 1 lokaal en mogen de leerlingen zelf rondlopen. Ze kunnen dus ook zelf bepalen hoe lang ze erover doen in elk lokaal. De docent is hier iets meer een coach in plaats van een begeleider door het gehele proces. In les 3 doen we 2 spellen bij de 2 docenten die die week lesgeven. Ook deze 2 spellen zijn weer anders ingericht. Bij het ene spel krijgen ze informatie vooraf en bij het andere spel pas achteraf. Zo kunnen we ook bijhouden door het jaar heen wat voor deze leerlingen het beste werkt en kunnen er misschien voor het volgende jaar of de komende jaren weer aanpassingen plaatsvinden. Gewoon puur om te kijken wat werkt voor de leerlingen. Aanpassingen mogen natuurlijk in dit plan al plaatsvinden. De 4e en daarmee laatste week is de feestweek. In deze week nodigen we een kok uit die samen met de leerlingen kan gaan koken.
De bedoeling is dat de leerlingen dingen die ze eerder hebben geleerd toepassen in hun gerecht. Zo hebben ze in les 1 geleerd hoe ze pasta moeten maken, maar nu kunnen ze dat ook echt gaan doen. In les 2 hebben ze geleerd over pepers en hoe heet die zijn, maar misschien weet je niet hoe je die moet doseren. De kok kan je daarbij helpen. Op deze manier bouw je een soort consistentie op, omdat je dingen terughaalt, maar blijft het wel beter hangen en het wordt nooit saai. We willen namelijk dat leerlingen de informatie zo goed mogelijk onthouden en ook willen onthouden. We hebben daarom gebruik gemaakt van de self-determination theorie van Ryan en Daisy. Dat doen we door middel van autonomie, competentie en verbondenheid te creëren bij de leerlingen. Dat verhoogt de intrinsieke motivatie en hopelijk dus het plezier bij je LiveLab. Neem bijvoorbeeld bij het thema alcohol dat leerlingen zelf mogen kiezen in welke volgorde ze de workshops doen. Zo creëer je het gevoel van keuzevrijheid. Op die manier passen we de autonomie toe. We willen ook dat leerlingen nieuwe skills ontwikkelen en daar direct feedback op krijgen. Op die manier creëer je het gevoel van competentie. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld bij de voedingsles, waarin de leerlingen leren om een hardgekookt, normaal gekookt en een zachtgekookt ei te maken. Op die manier krijgen ze gelijk feedback van wat ze lekker vinden, hoe het goed gegaan is, hoe het minder goed gegaan is. En hopelijk stimuleren we daarmee de drijfveer om dus door te leren. Verder hebben we bij elke lesreeks die we maken een duidelijk doel. Aangezien ze alle kennis die ze in de 3 weken leren moeten kunnen toepassen in de 4e feestweek. Hierdoor hebben ze de motivatie om te herinneren hoe ze een ei koken. Anders kunnen ze het recept dat ze in de 4e week gaan maken niet tot een goed einde volbrengen. Hiermee voelen ze zich verbonden met de inhoud. Ook hebben we de onderwerpen gekozen die de leerlingen uit ons eigen onderzoek als favorieten kozen. Hiermee zorgen we dat de leerlingen de onderwerpen ook echt daadwerkelijk interessant vinden en er zich dus meer verbonden bij voelen. Zo is de self-determination theory compleet. Maar waar zouden we toch zijn zonder filosofie? Vandaar dat we elementen van het constructivisme en het constructionisme hebben betrokken bij ons plan. In onze laatste feestweek laten we elementen terugkomen uit het constructivisme en het constructionisme. Het constructivisme is een leertheorie die ervan uitgaat dat leren een cumulatief proces is. Bij het constructionisme is het de bedoeling dat er een prototype gemaakt wordt. Na 3 weken van workshops volgen samen met klasgenoten de lesstof op verschillende manieren te benaderen en daarmee onbewust veel kennis opdoen over een bepaald thema, wordt deze kennis toegepast in de feestweek. Denk bijvoorbeeld aan samen koken na de weken met het thema voeding of een afsluitend spel in de vorm van een speurtocht met daarbij vragen over de opgedane kennis. Ook de leertheorie van communities of practice slaat op ons idee omdat de leerlingen gezamenlijk activiteit ondernemen, zoals workshops en de lessen over voeding. Doordat ze dit samen doen, ontwikkelen ze een gevoel van binding en leren ze van elkaar. Ook omdat leerlingen praktijkgericht aan het leren zijn, worden ze echte beoefenaars van wat ze leren. Met de perfecte combinatie van theorie en filosofie hebben wij een lessenreeks ontworpen waarin er duidelijkheid is voor docent en voor leerling. En waarin de docenten binnen hun eigen vakgebied kunnen blijven en dus ook iets kunnen geven wat zij leuk vinden om te doen. Bij het vak LiveLab zijn de leerlingen heel erg actief bezig. Ze leren door te doen. Op een spelende manier leren ze met elkaar vuurwerk, drank en drugs om te gaan. Experimenteren ze met voedsel en de toekomst bij loopbaanoriëntatie. Ze krijgen bomvol kennis mee over het dagelijks leven. Voor nu, maar vooral voor later. Jongens en meiden, we beginnen met LiveLab. LiveLab. Experimenteren over het leven.